Hallo allemaal en en welkom bij de paastoespraak 2023. En dit jaar is, ja, mag ik zelf zeggen hoor, ik mag het echt even vertellen, echt een hele bijzondere paastoespraak, want dit jaar is de paastoespraak echt volledig geïmplodeerd, lieve mensen. Ja, geïmproviseerd. En ja, dat komt omdat ik echt vrij weinig tijd heb of zin om er überhaupt nog extra tijd aan te besteden. En ik heb ook echt zoiets dat ik bij mezelf denk, ja, Pasen. Waarom, weet je wel? Waarom? Als je het weet, mag je het zeggen. Hebben we nog niet genoeg gegeten of zo? Huh? Idioot. En daarbij, weet je wel, die kinderen snappen zelf ook wel, als ze gewoon 2 euro uit je portemonnee had, zodat ze die eieren uit de supermarkt kunnen halen. Dus waar de fuck zijn we bezig, weet je wel. De hele wereld staat in brand. We worden ondergedompeld in een of andere kutdictatuur. En dan ga jij hier een beetje gezellig lopen doen. Je zou de ogen uit je kop moeten schamen. Dat is wat je zou moeten doen met Pasen. Nou, jongens, een hele fijne hallo allemaal. En wat ik ga doen met Pasen? Ja, gewoon heel veel zuipen en een paar paaseieren verstoppen natuurlijk. Hallo, allemaal.